Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni vonden in Wansum de internationale motocrosswedstrijden plaats. Sinds de jaren 60 organiseert MAK Wansum deze wedstrijden in Hartje Wansum. De club uit Wansum heeft niet de beschikking over een eigen baan. MAK Wansum heeft wel een samenwerking met voetbal- en korfbalvereniging United en de Duivenvereniging. Hierdoor vinden de wedstrijden ook dit jaar weer plaats op het sportpark. Doordat de motoren over het sportpark rijden, heeft het iets weg van een heuse stadioncross. Voor MAK Wansum is dit de eerste keer dat het nieuwe verbouwde sportpark wordt omgebouwd tot crossbaan. Dit vraagt aan de rijders en het publiek wel wat extra discipline. Zo'n eerste keer is natuurlijk extra spannend voor de organisatie. Ja, dat is een hele beleving om dat in een nieuwe situatie weer voor elkaar te kunnen krijgen. Want heeft dat nog voor erge veranderingen gezorgd in het draaiboek bijvoorbeeld, dat het op het nieuwe sportpark is? Absoluut. Zeker de kwestie parkeren en entry heffen, zeg maar. Dat zijn onder andere een paar dingen die eigenlijk anders zijn. En zijn er bijvoorbeeld ook dan nieuwe regels voor rijders en bezoekers? We hebben voor de regels eigenlijk wel uitzondering op de regels die normaal voor MON gelden, voor de motocross overkoepelende bond. Wij hebben dus aangegeven dat de quads dat die niet mogen rijden op het sportpark. Dus niet alleen op de baan dus mogen crossen. Maar normaal gesproken mogen die naar hun voertuig, naar hun auto terugrijden. En dat mogen ze dus hier niet. Omdat MAK Wansum geen vaste crossbaan heeft, wordt deze elk jaar weer aangelegd. Dit vergt natuurlijk heel wat extra energie van de leden. Ja, in dit jaar zijn we ongeveer 2 weken geleden begonnen met het grootste gedeelte van de baan te maken in het weiland. En de laatste week is wat intensiever hier op het sportpark gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Ze hebben dan wel geen eigen vaste baan, maar wel rijdende leden. Een van de rijders van de club uit Wansum is Tino Broeren. Voor Tino natuurlijk extra spannend om 1 keer per jaar te mogen knallen op de thuisbaan. Ja, leuk voor eigen thuispubliek. De baan is erg technisch, dat ligt me op zich wel. En veel mensen die je kennen en iedereen zegt hoi. En ja, is echt leuk om te doen. Het weer was de crossers goed gezind in Wansum. Wat weer voor heel wat spektakel zorgde. En wat zorgt er nou voor dat dit dadelijk een geslaagd weekend is? Tevreden mensen. Ja, absoluut. Nou, om zo goed mogelijk af te sluiten en niet te vallen en niks te doen. Dus gewoon heel terug naar huis. Dat lijkt me het leukst.